Beste jongens en meisjes, ja, deze week helaas toch niet zo goed nieuws. Zwembaden sluiten terug, de trainingen moeten terug stopgezet worden. En daarom willen ik en Louis ons toch eventjes tot jullie richten. Dus toch eventjes toch een beetje moeite geven en een paar kleine tips te geven. Wat ik jullie eigenlijk wil zeggen, dat is neem deze tijd misschien om de dingen waar je niet zo goed in bent, om die misschien toch even onder de loep te nemen. Even daaraan aan te besteden. Denk aan buikspieroefeningen, rugspieroefeningen. Iemand met zwakke schouders, iemand die niet lenig is. Besteed daar even wat aandacht aan. En dat heb je nu tijd voor en dat kunnen we allemaal doen. Ja, voilà. Net zoals Kimberly zegt, heb je een werkpunt waar je de komende weken aan kunt werken. Misschien dat je ook al iets verder kan kijken richting 2021, want nu zijn er helaas geen wedstrijden nog. Dus probeer een keer na te denken, wat zijn uw doelstellingen voor volgend jaar? Probeer ze een keer op te schrijven op papier, de wedstrijdtijden echt. En bespreek een keer met uw coach. Net zoals wat Kimberly ook zei, wat zijn de werkpunten? Bespreek het ook met uw coach, online dan eventueel. Probeer een beetje creatief te zijn, een beetje in beweging te blijven. En hopelijk zien we elkaar dan zo snel mogelijk terug. Ja, en positief blijven, jongens. Voilà, gezond houden ook, hè. Ja, doei.